Kijk, het is 6 uur. 6 uur. We pakken 12 en 6 lang die muur af, Ryan. Let's go! In deze serie draai ik mee bij de Koninklijke Marechaussee. Ik neem je mee naar verschillende beroepen die onmisbaar zijn om de Marechaussee draaiend te houden. Natuurlijk stroom ik ook zelf nog maar op. Om echt te ervaren wat werken bij de Marechaussee inhoudt. Dit is Dennis draait mee. Welkom bij de nieuwe aflevering van Dennis draait mee bij de Marechaussee. Ik ben vandaag in Den Haag bij de Tweede Kamer Staten-Generaal. En ik mag een dagje mee gaan lopen met Kelly. Ik ben heel benieuwd hoe haar dag eruit ziet. Hoi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jullie zijn lekker aan het werk? Zeker, ja. Hey Kelly, vertel eens even, wie ben je, wat doe je? Nou, ik ben Kelly, ik werk bij het hoogrisicobeveiliging bij de Marechaussee. Hey, de HRB, hoogrisicobeveiliging, waar moet ik dan precies aan denken? Ja, de hoogrisicobeveiliging staat bij voornamelijk objecten met een verhoogde dreiging. De naam zegt het natuurlijk al. Bij zulke objecten moeten wij voornamelijk letten op verdachte gedragenissen van mensen, ja. Zodat wij daarop kunnen anticiperen. En de HRB, is dat een brigade, is dat een kleine eenheid, hoe ziet dat eruit? Ja, het is een escadron, daarbij zitten 7 pelotons. Het 7e peloton dat zit niet in Den Haag, maar in Haarlem bij de Nederlandse Bank. Ja. En die andere 6 pelotons zitten hier in Den Haag en per peloton ongeveer 60 man. Dat is nog best een hoop. Ja, dat is echt wel veel. Ja. Iets groter peloton dan bij de infanterie. Ja, dat denk ik wel. Ja, te gek. Hey, en hoe ziet zo'n gemiddelde werkdag eruit dan? De ene week sta je 3 keer hier in Den Haag en de andere week sta je 3 keer in Amsterdam. Ja. Dus er is eigenlijk niet echt een standaard week, nee. Maar sta je dan echt de hele dag of hoe werkt het precies? Nou ja, zoals je nu ziet kunnen we ook gewoon dynamisch te voet rond het gebouw lopen. Ja. Dat ligt een beetje aan de tijden met uitloop en inloop. Staan wij vooral statisch en in die tussentijd kunnen we dynamisch rondrijden of lopen. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je lang op zo'n post staat en er gebeurt niet zoveel, kan het dan saai zijn? Ja, ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt, ja. Maar daarentegen moet je altijd scherp zijn. Ja. En als er wat gebeurt moet je inderdaad ook gewoon van 0 tot 100. En daarvan hebben we de trainingsweken. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar die trainingsweken. Ze zijn zeker leuk. Hey, maar we zijn bij de sport. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Nou, we zijn bij de sport en met trainingsweken, trainingsdagen doen wij onder andere AZV. En met AZV zorgen we ervoor dat wij de verdachten kunnen boeien. En eventueel ook geweld kunnen gebruiken of verdedigen. Gek, dat gaan we zo doen. Ja, zeker. Maar dat gaan we natuurlijk niet zo doen, want we moeten nog even omkleden. Oké, nou dat kunnen we heel snel. Zo, dus dat AZV staat voor aanhouden en zelfverdediging? Ja, klopt. Wat ik net ook al zei, het heeft met verdediging te maken. En als er een verdachte op ons af komt rennen of noem maar op, dan kunnen wij ons ook eventueel beschermen met geweldsmiddelen. Wapenstok, pepperspray. Ja, pepperspray. Ja. Ja, andere dingen ook nog. Ik ben benieuwd, ik zeg let's go. Nou, dan ga je armen spreiden. Nee, ik wil helemaal niet. Benen wijd. Oké, dan pak ik eerst jouw arm vast. Ik kijk naar je hoofd en dan vraag ik of jij je hoofd naar links kunt afwenden. Het belangrijkste met boeien is dat je eerst je hand vastpakt. Oké. Arm bijsluiten, andere arm bijsluiten. En dan heb ik je. Ik ga jou boeien, kun je misschien even de andere kant op kijken? Ja. Dan lok ik hem nog niet. Je hebt die andere hand aangeleggen. Is die dan gekruist of is die zo? Hè? Ja, zo. En dan weer met je pink zo. Ja. Wat, kijk, nu kijk, zit ik best wel los. Maar je wil hem eigenlijk strakker hebben? Ja, ze kunnen strakker. Oké, het is eigenlijk de boeien zelf al leren kennen van een dingetje. Ja. Nou, de armen gaan natuurlijk bepaalde kanten wel op en bepaalde dan niet. Maar wanneer besluit je nou eigenlijk iemand in de boeien te slaan? Er zit een verschil tussen staan aan en aanhouden. En voornamelijk met aanhouden, als diegene vluchtgevaarlijk is, dat wij de boeien aanleggen. Dit is toch gewoon echt zeer, hè? Andere arm bijsluiten. En dan kan ik ervoor zorgen dat ik deze arm ook nog eens opsluit. Ja. Kelly, wat vind je nou eigenlijk zo leuk in je werk? Ja, soms heb je wel leuke momentjes waarbij je heel veel spanning meemaakt. Is dit zo'n momentje? Dit zijn zulke momenten, ja, nee. Nee, en ik wil gewoon voor de veiligheid van de burgers wil ik mijn werk doen. Mooi. Nee, ik laat hem gewoon liggen. Hé, dat was wel een vette les. Ja, toch? Ja, vond ik echt te gek. Ja. Hé, wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, we hebben net AZV gehad, maar we gaan zo richting Rotterdam. En dan zie je wel wat we gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Let's go. Hey Kelly, we zijn vanmorgen in Den Haag geweest. Ja. Nu zijn we in Rotterdam en ik denk een oud ziekenhuis. Klopt. Wat gaan we hier doen? We gaan hier met trainingsweken altijd amok oefenen. Amok houdt in dat er gewoon ergens onrust in een gebouw is en waarschijnlijk een schutter is. En dat houdt in dat wij die schutter moeten uitschakelen. En wat voor een procedures moet ik dan aan denken?
Nou ja, je gaat natuurlijk eerst een plannetje bedenken en daarna stap je het gebouw in. Kamer voor kamer, heel het gebouw leegmaken. Ik ben heel benieuwd. Ja. En, we gaan zo meteen wat oefeningetje doen. Ja, ja, heb je zin in? Ja, zeker. Oh, ik denk dat we even wat spullen moeten halen, of niet? Ja, klopt. Want jij hebt nog helemaal niks bij en dat moet wel natuurlijk top. Met allemaal. Nou, goud. Ja, 6 uur. Stel, hij is rechtshandig, dan ga jij links staan. Ga ik rechts staan, dan heeft zij de 6 uur. Mooi. Ja. Kom Bart. Zal ik de trap uitnemen? Politie! Had je zo bekend? Heb jij 6 uur? Ik kan echt helemaal door naar boven kijken. Sluit maar bij, hoor. Kom maar. Ja, kom. Ja. Kastenkamertje. Dat is heel klein. Links. Kastenkamer links. Open ruimte rechts. Open ruimte rechts. Oké, tot zover. Ja, het zijn ook zeg maar gewoon 26 openingen. Ja, hè? Hey, voordat we naar binnen gaan, we gaan ons eerst even focussen op die trap. De trap moet je lezen, zelfs een kamer. Ja. Creeping, je ziet meteen de ruimtes, je kan zien van hey, hoe zien de balustrades er allemaal uit. En dan komt zo meteen nummer 1, die komt aan. Die zetten we even heel speels weg. Dan nummer 2, nummer 3, nummer 4. En uiteindelijk spring je gewoon over met daarheen op die trap. De 6 sluit aan. Kom maar. Sluit aan. En dan aansluiten. Dank u rechts. Dank u rechts. Dank u links. Leuk hoekje is dat, hè? Ja. Maar als jullie binnenkomen, is het stil. En dat zou over kunnen gaan in een amok-situatie. Zijn we klaar? Evalueer heel kort. Daarna gaan we naar beneden. En krijgen we de volgende briefing van de stressbaan. Zeg wat je ziet. Ja. Hoe zie je rechts? Glasman komt eraan. Is je vlot? Wat is er aan de hand, jongen? Laat jezelf eens zien. Rustig naar mij toe lopen. Draai ze om. Kom maar. Kom maar. Zal vuur checken? Ja, check hem even in die tootje. Ik heb de 6, ja? Kom op. Door. Loop door, Kelly. Loop door. Het eerste stuk op de trap, dat ziet er prima uit. Ja? 100 punten dat je uiteindelijk de leiding neemt en zegt, oké, ik wil dat we die kant op gaan. Dan gaan we ook die kant op. Jij bent de voorste man, dus we gaan. Het was zeker wennen om met onbekende mensen even samen te werken. Maar ik vond wel dat we elkaar goed aanvulden met de communicatie. En ja, ik vond vooral de manier hoe ze om de les wordt opgestart. Van oké, dit is het opdracht, doe het maar gewoon een verkeer, zoek het maar uit. Dat vind ik heel leuk, omdat je dan eigenlijk, je wordt getriggerd om zelf na te denken. En dan daaruit ga je dingen zien en daar borduren voor, dat vind ik te gek. Ik wil jullie bedanken voor jullie open eerlijkheid naar elkaar. Voor jullie coachen naar elkaar. En jullie kunnen lekker aansluiten bij het peloton beneden. Ja, ik heb het lampje gevonden met de telefoonhouders. Lampje zit hier. Wat we straks gaan doen, even de hartslag omhoog. Even die adrenalinepompen aanzetten en dan op 3, 2, 1, go, dan gaan we beginnen. Oh, mijn hartslag is nu al lekker omhoog. Ja. Ruimte. Hoe is ruimte gezien? Oké, okay, 6 uur. 6 uur. Dan pak ik 12 en 6 lang niet meer af van je. Ja, ja. Die dame hebben we juist weggestuurd. Ja. Deur. Ruimte aan de overkant dicht. Oké, okay, luister, we gaan dan langs deze wand bewegen. Ja. Ja, houd 6 uur, ik houd 12 uur. Ja. Ja? Go, go! Twee tenen ook aan, wacht even. Hier rechts. Ruimte rechts. Ruimte rechts. Ja, doppie. Rechts naar ze door. Zie je de raden niet aankomen? Ja. Oké, lopen we door. Lopen we door. Ja,
volgende dag. Oké, lange trap. Gaat op de trap, ja. Politie hier! Wie is dat? Uiteindelijk proberen wat bij jullie te bereiken door een stukje fysiek erin te gooien. Ja. 100 punten, de inzet die jullie daarbij tonen. Dan zie je al, moet het wapen in elkaar. Ja. Dat is vrij rap. In één keer gaat het van muziek over in gegil. Dus we moeten gaan aanmokken. Ja, dus we zitten in extreem geweld. We gaan de kamers doorlopen. Omdat het een groene en een blauwe bij elkaar is die elkaar vandaag voor het eerst samen trainen. Ja, ja. Heel netjes gedaan, hele dikke voldoende. Ik heb eigenlijk gewoon een prima run gezien. Super bedankt voor vandaag. Ja, ik vond het helemaal te gek in Den Haag en vooral hier met de amokprocedures en het stressbaantje. Hebben jullie nou nog vragen voor Kaylee? Zet ze dan vooral onder de comments. En wil je meer weten over het werk bij de hoogrisicobeveiliging? Ja. Dan ga je vooral naar werkenbijdefensie.nl. We gaan nog even naar binnen. Ja, we gaan naar binnen.